Weegschaal, welkom bij jullie reading voor de maand april 2023. We gaan kijken welke boodschappen er voor jullie tevoorschijn mogen komen voor de komende maand. En dit is een algemene reading voor iedereen die weegschaal in zijn zon, maan of ascendant heeft. Maar het kan en zal niet voor iedere weegschaal resoneren. Dus neem dat mee en neem alleen datgene mee wat past bij je situatie, wat je herkent, waar je iets aan hebt voor jezelf. Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal universum? Wauw. Prosperity lies ahead. Voorspoed kun je verwachten, weegschaal, in de maand april. Voorspoed. Succes, rijkdom. Positiviteit in ieder geval. Met deze eerste kaart. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld weegschaal universum? Weegschaal. Zelfvertrouwen is de sleutel tot jouw succes. Dus heb zelfvertrouwen. Dit is je sleutel. En geef je over aan het universum. Geef het over aan het universum. Laat het zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Onder op het dek hebben we de kaart meditate and contemplate. Dus mediteren, nadenken over een situatie. Je dromen hebben een praktisch plan nodig. Weegschaal. Laat het over aan het universum. Er komt voorspoed aan. En wat mogen we ontvangen van de Soul's Journey? Voor het sterrenbeeld weegschaal. Voor de maand april 2023, universum. Wat zijn de boodschappen voor het sterrenbeeld weegschaal? En die kwam er ook uit voor het sterrenbeeld tweelingen. We hebben fear, angst. En de boodschap is, ik realiseer me dat ik getest word om te leven vanuit de energie van liefde. Dus leef niet vanuit angst, handel niet vanuit angst, maar vanuit liefde. Blijf positief. We hebben hier vergeving. Ik erken dat gevoelens van spijt mij blokkeren, mijn flow in de liefde blokkeren. Spijt, misschien situaties die vergeving nodig hebben. Een persoon of een situatie uit het verleden. Iets wat losgelaten moet worden, vergeving moet plaatsvinden. Zodat ja, er weer liefde en positiviteit binnen kan komen. Wat mogen we nog meer ontvangen voor weegschaal? Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld weegschaal? Je kunt dingen meegemaakt hebben, fouten voor jezelf dan, fouten gemaakt hebben naar jouw mening. Misschien spijt hebben van zaken en inderdaad bang zijn dat, dat de geschiedenis zich herhaalt. We hebben hier de kaart guilt, schuld. Ja, ik laat alle overtuigingen los die mij niet langer helpen bij mijn zielsgroei. En dan onder op het dek heel toepasselijk de kaart groei. Ik wil mijn bewustwording uitbreiden. En niet alleen bewustwording om je heen, maar ook de bewustwording van jezelf. Je eigen pad, je zelfontwikkeling. En daarbij is het nodig om inderdaad om jezelf te ontwikkelen, om jezelf om te groeien. Op welk vlak dan ook in je leven is het nodig om dingen los te laten. Spijt, schuldgevoelens. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen, weegschaal, en we gaan kijken wat het antwoord van de engelen is. Of wat de boodschappen zijn voor april, universum. Engelen, wat is jullie boodschap voor de maand april voor het sterrenbeeld weegschaal? Wat is jullie boodschap voor het sterrenbeeld weegschaal? Sterrenbeeld weegschaal. We hebben succes, weegschaal. Maar we hebben ook de kaart romance. Dus ja, wellicht een nieuwe romance. In ieder geval, de situatie zal verbeteren, ligt eronder op het dek. Er zal groei plaatsvinden. Meer bewustwording. En wellicht na iets vergeving te hebben gegeven of iets te hebben losgelaten, komt er romans binnen in de maand april.
een romantiek, een relatie wellicht. Dus ik ga de engelen tarot schudden en we hebben meteen drie kaarten weegschaal. We hebben onder op het dek de kelken 7, opties, illusies wellicht. Geen keuze kunnen maken, een situatie niet helemaal helder zien. Ja, terugdenken aan het verleden. En hier hebben we de kaart met compassie terugkijken naar het verleden. Een doorbraak ook. Een wakker worden. Bewustwording heeft dit mee te maken. En een nieuw leven starten. Maar je bent nog aan het denken. Het hangt nog allemaal in de lucht. Zeg maar, met die kelken 7. En het heeft te maken met iets wat je aangeboden wordt. Met de kelken 4. Je bent misschien bang om afgewezen te worden. Of een ander is bang om afgewezen te worden met de kelken 4. Dit kan ook een kaart zijn van het is tijd voor verandering. Ik ben verveeld in de huidige situatie. Je kijkt naar die drie kelken, de dagelijkse sleur, maar er komt iets. Je hebt misschien meerdere opties, maar er is één optie die er uitspringt, weegschaal. Vertrouw daarbij op je intuïtie. Met de hoge priesteres, het kan zijn dat je heel spiritueel bent of helder voelend, heel intuïtief. Emotioneel wat teruggetrokken, nadenken over een situatie. Bij jezelf voelen, wat voelt goed. En dan verandering, plotselinge verandering. Dus het aanbod wat je gedaan wordt, of die kans, die mogelijkheid die geboden wordt. En misschien wel meerdere opties. Ja, dit brengt grote veranderingen met zich mee. Een nieuwe fase, een nieuw hoofdstuk. Het rad draait verder. En deze kaart is gekoppeld aan stier, leeuw, waterman, schorpioen energie. Met de hoge priesteres hebben we hier vissen energie. Maar ook schorpioen, kreeft. Het rad draait verder, weegschaal. En dit kan spreken van goed fortuin. Maar dit is ook geluk en dit is overgave aan het universum. Op het moment dat er verandering nodig is, dan zal er verandering plaatsvinden. Wanneer de tijd rijp is. En ik heb het gevoel dat er dus... er komen mogelijkheden en kansen voor je. Waarom ligt hier die kelken 7 voor het sterrenbeeld weegschaal? Kelken 7. Meer informatie is er misschien nodig. Alvorens een keuze te maken. Waar ga ik mee vooruit? Waarom ligt hier de kelken 7 voor weegschaal? Kelken 7. En er is misschien wat... angst, wat onzekerheid om afgewezen te worden. Wat te maken heeft met dingen uit het verleden die we hier hebben liggen. We hebben de staven 3. Ja, dit is een kaart van uitbreiding. Wachten tot je schepen binnenkomen. Dus er komen mogelijkheden binnen. Dingen waar je aan gewerkt hebt. Je maakt een planning voor de lange termijn. Je bent aan het nadenken over wat wil ik voor mijn toekomst. Je staat open voor nieuwe dingen. En we hebben hier een ridder van kelken. Ridder van kelken is iemand die zijn emoties uit. Iemand die niet bang is om zich kwetsbaar op te stellen. Dit kan ook betekenen dat je iemand tegenkomt. Een charmeur, iemand die het juiste weet te zeggen. En je bent aan het denken, is dit iemand waarmee ik uitbreiding kan bewerkstelligen? Met wie ik succes ga behalen of... niet. En dit kan iemand zijn die je tegenkomt als je met vrienden of familie iets leuks aan het doen bent. Ridder van kelken is een energie van vluchten. Ja, hele luchtige, vrolijke energie. Het kan dus een boodschap zijn die er binnenkomt met die kelken 4 van een schorpioen, kreeft, vissen. Maar dit is iemand die heel charmant is. Open over zijn gevoelens. Waarom ligt hier de kelken 4? En je hebt je twijfels, je bent niet heel overenthousiast. Staven 6. Ja, er is iemand die je aandacht gaat geven. En weegschaal, ik heb het gevoel dat je vanuit meerdere kanten aandacht gaat krijgen. Met die staven 6, dit is iemand die in de spotlight staat. Iemand die op een voetstuk staat, als het ware. Iemand die een overwinning behaalt, succes behaalt, erkenning krijgt. Waarom ligt hier... De kelken 4. Dit kan ook de persoon zijn waar je mee te maken hebt. Deze persoon hoopt dat je hem of haar aandacht wil geven.
Daarom ligt hier de kelken 4. Transformatie van een situatie, een verandering, een grote verandering, een einde en een nieuw begin. Ja, iemand wil vooruit met je. Of jij wil vooruit met iemand. We hebben de zegenwagen hier. En die kaart van overwinning. Iemand wil een overwinning behalen. Waarom ligt hier de doodkaart voor weegschaal? Onder de kelken 4, de doodkaart. De doodkaart. De doodkaart. Waarom ligt hier de doodkaart voor weegschaal? Oh, en die liet ik zelf vallen. De koning van staven. Ja, dit is iemand die weet wat hij wil. En zal krijgen wat hij wil, als het ware. Iemand die je aandacht weet te trekken. Ram, leeuw, boogschutter. Het kan iemand zijn die in je vriendenkring. Of iemand die je kent. En die ja, een transformatie van jullie situatie wil. Iemand die de aandacht wil krijgen. Dit kan ook iemand zijn die best wel in zijn ego zit. Maar dit is iemand die achter datgene aangaat wat hij wil. En vast besloten is om die overwinning te behalen. Nog een kaart van de doodkaart. Dit kan ook iemand zijn waar je in het verleden al een situatie mee is beëindigd. Waarom ligt hier de doodkaart? Pentakels 10. Een huwelijk, een gezin, een lange termijn relatie. En de pentakels 5. Iemand mist je, iemand voelt zich in de kou staan, iemand voelt zich buitengesloten. Het kan iemand zijn binnen de familie. En dit kan ook iemand zijn waar je kinderen mee hebt, of een gezin mee hebt, of een lange relatie mee hebt gehad. Die deze persoon wil transformeren. Waarom ligt hier die staven 6 voor weegschaal? Pentakels 8, willen werken aan een situatie, tijd, energie ergens in willen stoppen. Waarom ligt hier de hoge priesteres? Dit kan iemand zijn die je in het verleden in de kou heeft laten staan. Of die je niet kon geven wat je nodig had met de pentakels 5. Waarom ligt hier de hoge priesteres? Ja, je gevoel geeft je een gevoel van twijfel. En het heeft te maken met de zwaarde 5. Een verlies, een conflict. Iemand die aan zichzelf denkt. Verkeerde keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Iemand die niet eerlijk is. Iemand die geheim houdt. Maar iemand waar je wel een hele sterke emotionele band mee hebt. En dat kan een soulmate zijn. Iemand die ook op je pad is gekomen om bepaalde lessen te leren. Maar zijn de lessen geleerd met het Rad van Fortuin? Zwaarde 5 voor weegschaal. Zwaarde 5 voor weegschaal. Sterkaart. Een kaart van healing. Een kaart van hoopvol zijn. Onder op het dek hebben we de zwaarde 6. Dus een situatie is verlaten. Of je wil een situatie. Oeh. De zwaarde 6 en daaronder ook nog eens de kelken 8. Emotioneel terugtrekken. Iemand die vertrokken is. Zwaarde 4. Geen communicatie wellicht. Iemand die aan zichzelf heeft gedacht. Een keuze heeft gemaakt. Het gevoel had dus het gras is groener aan de andere kant. En nu de dingen weer wil helen. Healen met die sterkaart. Hoopvol is dat er nog een toekomst is. Zwaarde 6. Verder gaan. Naar kalmer vaarwater toe gaan. Dit kan iemand zijn die letterlijk vertrokken is. Dus iemand die zich op afstand bevindt. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin?
Het Rad van Fortuin. Keuze in de liefde. Wat is het wat me echt gelukkig maakt? Een keuze maken uit twee. Een keuze maken vanuit het hart. En zoals ik zei, het kan een soulmate zijn. Het kan ook een twin flame zijn met deze geliefde kaart. Tweeling energie. En met de sterkaart hebben we Waterman. En met de doodkaart hebben we Schorpioen. Rad van Fortuin. Pentakels 5. Conflict. Innerlijk of een uiterlijk conflict, dus in de buitenwereld. Niet op één lijn liggen. En de schildknaap van staven. Het kan zijn dat er een bepaald conflict ontstaat. Je zit niet op één lijn. Je kunt te maken hebben met iemand die jij beschouwt als heel kinderachtig. En het is tijd om verder te gaan. Waarom ligt hier de geliefde kaart? De geliefde kaart. Schildknaap van staven. Hele passioneerde boodschappen. Normaal is dit goed nieuws. Maar met die conflictkaart erlangs. Het kan ook staan voor een enorme uitdaging. Dus voor sommigen van jullie kan je deze situatie met deze persoon zien als een enorme uitdaging. Waarom ligt hier die geliefde kaart voor weegschaal? Een gebroken hart. Een derde partij, bedrog misschien. Ja, heel veel verdriet. En pijn. Traumatische gebeurtenissen. Iets wat je heel diep geraakt heeft. Speelt een rol bij het maken van die keuze. Het is tijd om verder te gaan met de aas van staven en de zonkaart. Een soort van bevrijding, helderheid en het verleden loslaten. En dat hebben we hier heel erg sterk liggen. Die vergeving van de persoon die je heel veel pijn gedaan heeft. Kelke 6. En dan boogschutter energie met de ridder van staven. Koningin van staven. Je kunt te maken hebben met iemand die wat jonger is als je. Of iemand met een hele jeugdige energie. Of iemand die je inderdaad beschouwd als zijnde wat onvolwassen. Oneerlijk. Wat egoïstisch. Maar het rad draait verder, weegschaal. Wat is een eventuele uitkomst voor weegschaal in deze situatie? Een eventuele uitkomst. Wauw. Dus we hebben de zon hier als laatste kaart onder het rad van Fortuin. Geef je over aan het universum. Kijk, want dit komt eraan. Er komt, mits jij natuurlijk, afhankelijk van welke beslissing je maakt. Want iedereen heeft een vrije wil. Dus er komt iets heel gelukkigs binnen voor je. De zon, een bevrijding, positiviteit, je lekker voelen in je vel. Succes, overvloed, die prosperity wat we hier hebben liggen. Als eventuele uitkomst. Iets wordt op een gelukkige manier afgesloten met een wereldkaart onder op het dek. Er komt een nieuw hoofdstuk aan. Je gaat een nieuw hoofdstuk beginnen. Weegschaal in de maand april. Een voltooiing. De lessen zijn geleerd en we gaan verder naar een nieuw hoofdstuk, een nieuw begin. Vol optimisme, vol positiviteit met de zonkaart. Warmte en wellicht ook liefde met de zonkaart. Na een periode van healing, je angsten onder ogen zien. Reflecteren op de situatie en op wat je echt wil. En dan komt die snelle vooruitgang. Kansen, mogelijkheden, opties. Met de staven 8. Een hele mooie energie. Snelle activiteit. Snelle vooruitgang. Wauw, en daaronder ligt de kelke 10.
En het sterrenbeeld tweelingen eindigde in de uitkomst ook met de kelke 10. Happy home, happy family. Ja, het ultieme sprookjeshuwelijk. Mensen om je heen die je lief hebben. Kinderen op een liefdevolle manier samen grootbrengen. Maar dit staat voor geluk. Dit staat voor liefde. Een nieuw hoofdstuk. Met de zonkaart. En het kan zijn dat je te maken hebt met een tweeling weegschaal waterman. Stier, weegschaal. En met de wereldkaart hebben we natuurlijk stier, waterman, schorpioen, leeuw. En met de zonkaart hebben we ook leeuw. Dus dit is heel mooi. De situatie zal verbeteren. En hoe? En romantiek wellicht. Als er een nieuwe liefde binnenkomt, een hele passievolle connectie. Iemand die je echt weer ja, je vreugde, je innerlijke speelsheid naar buiten laat komen. Genieten. Met de zonkaart. En dat verdriet, pijn, inderdaad achter je laten. De zon weer zien schijnen. En de zon gaat schijnen na een periode van duisternis. Wauw, dit is echt een hele mooie reading. En ik heb ook het gevoel, we hebben hier zelfvertrouwen is de sleutel tot succes. Dat je inderdaad je veel meer lekker in je vel zult voelen. En ook veel meer zelfvertrouwen zult krijgen in de maand april met die zonkaart. Creativiteit straalt er vanuit de zon, maar ook zelfvertrouwen. Heel veel zelfvertrouwen. Heel mooi. Je gaat iets doen wat, ja, waar je passie ligt. Je gaat iets nieuws starten en het kan een nieuwe relatie zijn. Het kan een nieuw zakelijk iets zijn. Maar dit brengt je geluk, dit brengt je ja, meer zelfvertrouwen en ook op financieel gebied vooruitgang. Een nieuw hoofdstuk gaat gewoon beginnen, weegschaal. Dus ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat je er iets uit kan halen uit deze reading als het resoneert. Geef mijn video een like, abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. En voor de mensen die een persoonlijke reading willen aanvragen, kan allemaal via mijn website. En dat staat in de beschrijving onder de video. Heel veel liefde en licht en tot de volgende keer. Dag!